Goedemiddag. Ik ga jullie wat meer vertellen over de alternatieven voor onverdoofde castratie en of dat die in de smaak vallen bij de consumenten. Nu, als we kijken naar de situatie momenteel in Europa, eigenlijk zie je dat de kleurenkaart hier van Europa alle kleuren heeft. Er zijn in verschillende landen verschillende alternatieven van toepassing. En eigenlijk ook binnen landen zijn er nog heel veel verschillen tussen welke alternatieven dat worden toegepast. Nu, in België weten we bijvoorbeeld dat de castratie met pijnbestrijding toegepast wordt. Maar er is ook een stuk van de beren die gewoon intact gelaten worden. Dat is een stuk immunocastratie. Dus eigenlijk hebben we binnen België al heel de kleurenkaart bijna volzet. En ook binnen Europa zijn er heel veel verschillende alternatieven die toegepast worden. In de Noord-Europese landen heb je de castratie met verdoving, lokale verdoving. Als we kijken naar Frankrijk, Duitsland, daar is het voornamelijk met de castratie met analgesie, maar toch ook een stukje intacte beren die geproduceerd worden. En vanaf 2021 gaat Duitsland ook overgaan naar castratie met volledige verdoving. Dan heb je nog een aantal landen waar dat er intacte beren geproduceerd worden, ofwel al heel lang, zoals in de UK. Maar anderzijds ook in Spanje, Portugal, daar heb je ook de productie van intacte beren voor een groot deel van de markt. Dan heb je eigenlijk aan de andere kant van het verhaal heb je de Oost-Europese landen. En daar zien we dat eigenlijk de meeste landen nog altijd gewoon produceren zonder verdoving. Dus de gewone castratie uitvoeren. Nu, het is natuurlijk wel opmerkelijk, al die verschillende alternatieven die naast elkaar lopen. En eigenlijk de belangrijkste reden die daarvoor gegeven wordt, is toch wel de bedenking of dat de consumenten die alternatieven wel gaan accepteren, ja of nee. Dus het is belangrijk om te gaan kijken van vallen die alternatieven nu in de smaak, ja of nee, zowel qua algemene houding van de consument, maar ook op vlak van smaak. Dus ja, eigenlijk wil je dat wel al weten van ja, die consumenten weten die eigenlijk wel hoe het zit met de chirurgische castratie. En welke alternatieven gaan ze dan accepteren en waarom en wat verkiezen ze van smaak? Nu, als we gaan kijken naar hoe dat de consumenten op de hoogte zijn, dan zien we eigenlijk dat er ongeveer de helft van de mensen maar weten dat de biggen gecastreerd worden. Als het gaat over berengeur, dan is dat pak al, dat is eigenlijk al een heel pak minder. Dan zijn er nog maar 10% van de consumenten die weten dat er berengeur kan optreden bij intacte beren. En als het gaat over immunocastratie, dat is eigenlijk maar een minderheid van de bevolking die weet over wat dat gaat. Dus dat is dan al een eerste moeilijkheid eigenlijk als we gaan onderzoek doen naar die houding van die consumenten ten opzichte van die alternatieven. We moeten dus achtergrondinformatie gaan geven om eigenlijk die houding te kunnen gaan bevragen. En dat maakt het ook wel moeilijk, want dat kan ook wel de houding gaan kleuren. Dus de eerste stap die we gedaan hebben is een visuele achtergrondinformatie gaan maken om die consumentenhouding te gaan bevragen. Dus we geven algemene informatie van oké. Castratie wordt in de meeste landen uitgevoerd om berengeur te gaan reduceren, maar ook om het gedrag van die dieren rustiger te maken, minder seksueel en agressief gedrag. En dat er dus verschillende alternatieven onderzocht worden omwille van dierenwelzijn. Nu, die vier opties hebben we ook voorgesteld hier in dit onderzoek: zonder verdoving, met verdoving, immunocastratie en productie van intacte beren. Telkens met een beetje uitleg over de smaak, over het gedrag van die dieren en of die toepassing dan eigenlijk wel of niet door die varkenshouder mag toegepast worden. We hebben die bevraging uitgevoerd online in 16 Europese landen. We hebben 4000 respondenten kunnen bevragen en telkens met minstens 175 respondenten per land. En eigenlijk zie je voor die kaart, dus we hebben eigenlijk in de verschillende delen binnen Europa de bevraging kunnen uitvoeren, zowel landen die wel of niet met castratie werken of andere alternatieven werken. Nu, als we gaan kijken naar die acceptatie van die alternatieven, was de eerste vraag natuurlijk van oké, accepteren jullie castratie zonder verdoving? En eigenlijk zien we daar dat slechts 27% van die respondenten akkoord gaan met chirurgische castratie zonder verdoving. Als we de optie geven van castratie met verdoving, dan zien we dat die acceptatie een pak hoger ligt. Dus 87% van de respondenten vond dat eigenlijk een goede optie, accepteren dat alternatief en slechts 6% staan daar weigerachtig tegenover. Immunocastratie, dat is eigenlijk het alternatief waar dat er meeste schrik voor is dat de consumenten dat niet gaan aanvaarden. En daar zien we dat 68% van de consumenten positief staan tegenover immunocastratie. 15% staan daar negatief tegenover. En bij productie van intacte beren zien we dat 48% daar positief tegenover staan. Dus nog altijd een pak meer ten opzichte van de routinepraktijk van castratie zonder verdoving.
En als we gaan kijken naar het dilemma van de consument, op wat baseren zij hun keuze, dan zien we dat dat eigenlijk op verschillende facetten gebaseerd is. Voedselveiligheid, de smakelijkheid en de geur van het vlees, de prijs natuurlijk ook, en ook dierenwelzijn, of de manier waarop dat de varkens geproduceerd worden. Dus we hebben dat telkens in verschillende stellingen gegoten. Van oké, ben je bereid om dit vlees te kopen van een bepaald alternatief? Denk je dat dat vlees veilig is? Wat denk je op vlak van dierenwelzijn? En wat denk je dat de beste smaak heeft? En de respondenten konden dan aangeven of dat ze wel of niet akkoord waren met die stelling. Als we dan gaan kijken naar de besluiten, eigenlijk minder dan 50% van de consumenten weten dat de biggen gecastreerd worden. Nu, die acceptatie van die alternatieven die verschilt eigenlijk tussen de consumenten, maar algemeen zien we dat eigenlijk dierenwelzijn de meest doorslaggevende factor is, gevolgd door smaak, en voedselveiligheid heeft eigenlijk een minder belang bij die keuze. En een van de redenen die we vaak in onderzoek terugzien, is dat eigenlijk de consumenten wel vertrouwen in hebben dat het vlees dat op de markt komt ook wel op een veilige manier geproduceerd wordt. En dan, zoals gezegd, ook die acceptatie. We zien dat er duidelijke problemen is voor castratie zonder pijnbestrijding, terwijl dat de andere alternatieven een hogere acceptatie hebben. Zeker castratie met verdoving heeft een hoge acceptatie. Maar dat is natuurlijk wel de voorwaarde dat het ook in praktijk op een goede, correcte manier wordt uitgevoerd en dat inderdaad de pijn kan gereduceerd worden bij die castratie. Als we dan kijken voor immunocastratie, zien we daar toch ook wel een duidelijk goede acceptatie van de alternatief. En de laagste acceptatie zie je dan voor die intacte beren. Daar is het belangrijk dat karkassen met berengeur kunnen gedetecteerd worden aan de slachtlijn. En dat eigenlijk de consumenten toch wel zeker een smakelijk stukje vlees op hun bord krijgen zonder berengeur. En dan zijn we ook eens gaan kijken hoe het zit met de smaak van het vlees. Want ja, je hebt enerzijds de houding van die consument, maar je wilt ook wel weten of ze dat ook smakelijk vinden, het vlees. Dus we hebben mannelijke varkens bij ons op het ILVO geproduceerd, bargen, intacte beren en immunocastraten. En we hebben die stukjes vlees van de carré dan verdeeld over 6 verschillende landen. Telkens hadden we 130 consumenten per land. Dus in totaal hadden we uiteindelijk 800 consumenten die het vlees geproefd hebben. En zij scoorden het vlees op vlak van geur, smakelijkheid, malsheid, sappigheid en smaak. Telkens op een schaal van 1, dus zeer slecht, tot 9, zeer. En hier zie je dan de resultaten voor geur en smaak van het vlees. Dus de blauwe balken zijn de bargen, de groene balken zijn de intacte beren en de paarse balken zijn de immunocastraten. Nu op vlak van geur zagen we geen verschil tussen de beren, de bargen en de immunocastraten, maar wel op vlak van smaak. Dus daar zie je dat de bargen en immunocastraten een betere score kregen in vergelijking met de intacte beren. Naast de geur en de smaak is natuurlijk ook de malsheid belangrijk bij de eindbeoordeling van de consument. Als we kijken naar de malsheid, dan zien we dat de bargen de hoogste score kregen, gevolgd door de immunocastraten, en de laagste score werd telkens gegeven aan de intacte beren. Nu, die beren die zijn magerder, hebben een lager intramusculair vetgehalte en dat vertaalt zich ook in een lagere malsheid van beren ten opzichte van bargen. En in de meeste studies zien we ook wel dat immunocastraten tussen de beren en de bargen scoren op vlak van malsheid en smakelijkheid. En dat zien we hier ook in deze studie. Dus de algemene smakelijkheid is eigenlijk de combinatie van malsheid en geur, smaak. En ook hier zien we dat de bargen de beste score krijgen, gevolgd door de immunocastraten. En de laagste score is opnieuw voor de intacte beren. Nu, wat kunnen we eigenlijk concluderen op basis van deze studie? Wel, als we kijken op vlak van acceptatie, dan zien we dat castratie zonder verdoving en zonder pijnbestrijding de laagste acceptatie heeft. En elk van de alternatieven heeft een betere acceptatie. Natuurlijk is daarbij wel de voorwaarde dat die alternatieven op een correcte manier uitgevoerd worden. En bij de productie van intacte beren is het belangrijk dat berengeur aan de slachtlijn gedetecteerd kan worden. Als we gaan kijken naar de sensorische kwaliteit van het vlees, dan zien we daar wel wat verschillen, zowel op vlak van smaak, malsheid als smakelijkheid. Dus de bargen en de immunocastraten scoren daar beter in vergelijking met de intacte beren. En op vlak van malsheid zien we daar toch wel een aandachtspunt ook bij die intacte beren. Die krijgen daar een lagere score in vergelijking met de immunocastraten en de bargen kregen de beste score. Dus naast het inzetten op detectie van berengeur aan de slachtlijn, is het ook belangrijk, zeker bij de beren, om in te zetten op de malsheid van het vlees. Dus dat was ongeveer in een notendop meer informatie over die verschillende alternatieven en hoe dat die in de smaak vallen bij de consument. Bedankt voor je aandacht. Lights up.